José, het zal eind volgende maand 30 jaar geleden zijn dat we die prachtige ronde van Frankrijk beleefd hebben vanwege het beklemmende duel tussen Laurent Fignon en Greg LeMond. Graag zou ik eens chronologisch dat jaar 89 met jou willen overlopen. Het begon eigenlijk met de transfer van LeMond naar ADR. Hij had in 88 een contract met PDM, maar was er niet gelukkig met de gang van zaken. Kan je een beetje de situatie omschrijven, hoe en wanneer juist je met LeMond in contact kwam? Was het via François Lambert of zat er nog iemand anders tussen? Nee, inderdaad. LeMond werd aangeboden door PDM, of eigenlijk door de manager-advocaat van Greg, Stanko, die er eigenlijk het contact voor zorgde tussen PDM, ADR en dan als tussenpersoon Stanko. Ik zat er voor niks of niemand tussen, dus een keer werd gezegd, Greg LeMond komt bij ons fietsen. Ja, oei. Ja, dat zal wel, ja. Dat is een hele goede renner, hij heeft de Tour al gewonnen. Ja. Had hem al eens een keer meer moeten winnen. Klopt. Ja, oké, dat is een uitdaging. Na het jachtongeval. Ja, 87. Niet renner meer. Was dat voor mij een hele grote uitdaging om samen te proberen er nog iets van te maken. Ja. Ja. Welke verwachtingen had je vooropgesteld als ploegleider? Had je vertrouwen in Greg of vond je het een stomme zet om hem in de ploeg te brengen? Dacht je toen reeds aan de Tour? Nee, helemaal niet. Dat zou... mocht ik nu zeggen dat ik toen dacht om de Tour te winnen, dat zou belachelijk zijn. Nee, maar om hem te rijden met Greg. Ja, tuurlijk. Als je een renner als Greg LeMond erbij haalt, dan ga je ervan uit dat hij als hij terug niveau haalt, en dat is de bedoeling, ja. Dat is de reden, daar ga je aan werken, dat je dan gaat proberen een Tour te rijden. Wat die Tour ging brengen en hoe hij in die Tour ging geraken, dat was natuurlijk de eerste vraag. Uh-huh. Hoe beginnen we na het seizoen? Altijd terug niveau en ik weet niet wat nog allemaal. Dus klopt. Ja, dat was, Het voorjaar 89 liep behoorlijk goed voor LeMond met opgemerkte verschijningen in eendagswedstrijden en rittenkoersen. Was je tevreden? Ja. Er gaf flarden van heel goed zijn. Afwisselend met minder zijn, maar dat is een beetje logisch aan een comeback. Een comeback die dan niet zomaar na een blessure is, maar na hetgeen er allemaal gebeurd was. Was dat de logische opbouw? Dag goed, dag wat minder, dag goed, dag wat minder. Tot dan die ronde van Italië kwam, waar eigenlijk alles misging. Ja, klopt. Van in de beginnen. Ja. En dan uiteindelijk dan toch helemaal naar het einde toe alles terug met op zijn... Met die tijdrit. Ja, met die afsluitende tijdrit. Alles terug op zijn bootjes viel en daar dan ja, de memorabele uitspraak, I'm back. Klopt. Goed en wel, terug naar Amerika en dan terugkomen in Europa voor de Tour. En dat was zoiets, ja, wat nu? Mm-hmm. Wat nu? Mag ik zo eerst wel een inpikken op die ronde van Italië? Zijn conditie was goed, maar zijn lichaam wou niet mee. Met als dieptepunt de rit naar Trecemi di Lavaredo, de 13e etappe denk ik. Hij dacht aan opgeven... Meer zelfs, hij wou stoppen met koersen. Jijzelf, Otto Jacomi, zijn soigneur, en zijn vrouw via telefoon, Cathy, konden hem toch overtuigen om verder te doen. Bleek dat er uiteindelijk ijzertekort zat in zijn lichaam. Je zegt ook, vaak in de pers en in de media, dat je het als ploegleider belangrijk vindt om ook menselijk om te gaan met een renner. Eens een schouderklopje geven, inpraten. Heb je dat toen ook gedaan? Er was nog een derde persoon bij, Van Mol. De dokter was erbij. Ja, ja. En inderdaad, er werd getelefoneerd met Marke van stoppen, niet stoppen, premie optrekken van de verzekering of geen premie optrekken van de verzekering. Uiteindelijk dan toch kunnen overhalen om verder te gaan. En die laatste week inderdaad werd alles langzaam beter. Tweede groep, op een bepaald moment al de eerste groep terug. En dan ja, die laatste tijdrit was dat er. Hij wordt daar tweede. Na Piasecki zeker. Ja, weet niet. Maar wel voor Fignon. En dat was ja, de aanzet tot... Oké, inderdaad, nu terug. Terug moest nog altijd 3 weken gebeuren. Nog altijd 3 weken op niveau proberen rijden. Maar dat is dan nadien gebleken dat wel lukte. Ja, eerst en vooral... de wildcards moesten
al of niet nog uitgereikt worden, want ADR had sowieso geen startrecht. Ze moesten rekenen op een wildcard. Was dat toen al bekend in de Ronde van Italië? Ja, of, ja dat was al bekend, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, we wisten dat we de Tour gingen rijden. Ja? Dat absoluut, ja. Ja. Maar toen moest je ook nog startgeld betalen. En als de informatie klopt, heeft onder meer Le Monde ook gezorgd voor een co-sponsor, Agrigel. Want anders kon men ook als het ADR alleen niet starten. Er was een entourage. Greg zal er zelf niet voor gezorgd hebben, maar mensen uit zijn entourage hebben ervoor gezorgd dat er inderdaad een co-sponsor was om daar rond te rijden in de Tour, wat eigenlijk wel heel veel, wat echt wel duidt op hoe erg het gesteld was. Dat je je plaats op de trui gaat afgeven in de Tour de France voor een beetje geld. Dus ja. Dan moet het wel heel erg gesteld zijn als je dat gaat doen. Als je dat doet ergens in de Ronde van Luxemburg, zou ik nog zeggen, ja. Okay. Ja. Maar als je dat doet in de Ronde van Frankrijk, dan is het wel heel erg gesteld. Hoe stond je tegenover die Ronde van Frankrijk? Wat was het doel van de ploeg en voor Le Monde? Ging je voor redwinst, eventueel in een tijdrit, of droomde je van een mooi klassement? Nee, we gingen vol voor recht. Daarvoor hadden we de juiste renners niet in de bergen. Maar we hadden wel een relatief goede ploeg voor de ploegentijdrit bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar we uiteindelijk een hele goede tijd hebben neergezet en weinig tijd hebben verloren ten opzichte van zijn rechtstreekse concurrenten. Daarvoor hadden we plankaart, daarvoor hadden we Lammerts, daarvoor hadden we Frank Hoster, Ronnie van Olen. Mm-hmm. Ik bedoel, dat waren mannen die konden die tijdrit, waar Greg uiteraard de beste was, maar die mannen hem heel goed gesteund hebben. Hebben we daar eigenlijk de basis gelegd van toerwinst. Ja. Van 8 seconden, waar heeft Le Monde de Tour gewonnen? Op meerdere plaatsen. Op meerdere plaatsen. Ik zal erop inpikken straks. Dus wanneer begon je erin te geloven dat Le Monde een goed klassement zou rijden? Laat staan, meestrijden voor de zegen, na die ploegentijdrit dan? Na die ploegentijdrit was de eerste goede proloog gereden. Ja, klopt. Goede proloog gereden. Ja. Dan een goede ploegentijdrit gereden een paar dagen later. En dan uiteraard na die eerste lange tijdrit. Ja, inderdaad. Van Dinard naar Rennes, denk ik. Ja. Dan hebben we de rit naar Alpe d'Huez. Op 6 kilometer van de streep zie je dat Le Monde het moeilijk geeft. Guimard, de ploegleider van Fignon, ziet het uiteraard ook, omdat hij Greg door en door kent omwille van hun samenwerking bij Renault. Oortjes bestonden in die tijd gelukkig nog niet, dus wou Guimard zo vlug mogelijk Fignon daarvan op de hoogte brengen. Jij reed voor Guimard en verhinderde enkele minuten dat hij je kon passeren. Waren dit manoeuvres van hart tegen onzacht of hoe moet ik mij dat bij voorstellen? Dat waren manoeuvres met twee renners, twee sportdirecteurs die niet met hun eigen wagen rijden. Dus de wagen gekregen van de Tour, dus dan gaat het al iets ruwer. Dat ging hem niet over minuten, dat ging hem echt over heel lang zelfs. Bergop gaat het sowieso traag, hè. Dus een kilometer duurde een tijdje. Ja. Dat was hard tegen heel hard, om het zo te drukken. Waar heeft Le Monde de Tour gewonnen? Daar, vermoedelijk. Misschien. Ja. Werd je daarvoor achteraf niet beboet voor die manoeuvres tegen Guimard? Nee, want hard tegen hard. Moeten ze alle twee boeten. Dus bumper tegen bumper, spiegel tegen spiegel, zijkant tegen zijkant. Zolang als je niemand omver rijdt in het publiek, is dat allee. We gaan uw opmerking anders formuleren. Stel dat Guimard Fignon eerder had kunnen inlichten over de inzinking van Le Monde, zou Greg daar dan de Tour verloren hebben? Dat zou gekund hebben. Greg reed intelligent als hij was als laatste. We komen er aan de voet met 4, met Abelardo Rondon, met Delgado, Fignon en Le Monde. Uh-huh. Rondon maakt tempo, laat die 3 man los, die gaan mee opzij. Rondon gaat terug op kop rijden en uiteindelijk blijven die 3 toch over, maar Le Monde koest daar intelligent als hij was, laatste, met de gele trui aan. En de rest zit gewoon voor hem te rijden. Zie niet zijn bewegingen. En inderdaad, Guimard kent Fignon of kent Le Monde van een vorige samenwerking. Ja. Dan kwam de afsluitende tijdrit in Parijs. Hoe gedroeg Le Monde zich daags voordien en 's morgens? Had jij er vertrouwen in en wat dachten jullie bij de ploeg? De dag voor een tijdrit. Het is een dag voor een tijdrit, de laatste dag. No problem. En dan 's morgens bij de verkenning van de tijdrit. Yvan van Mol, Julien de Vriese en ikzelf in die tijdrit sommige bochten 2-3 keer terug hernomen om te kijken wat is de ideale lijn, wat toen al straf was in die periode, 30 jaar geleden.
En toen, ja, toen zei hij, ja, mijn benen voelden geweldig aan. Dat is zoiets, dat is niet Vlaams. Nee, want de Vlaming die gaat zeggen voor de tijd, man, mijn benen voelen goed. Dan heb je van, dat is durven. En de mond zei, ja, die zei dat. Hè. Ja. My legs feel great. Great. Ja, ja. I feel great. Ja. En zoiets hadden van, dat is durven. Maar u zelf als ploegleider, dacht je nog, hij kan hier winnen? Ik dacht dat we de tijd het gingen winnen. Ja. Zeker. Ja. We hadden tenslotte dat stuur. Klopt. Wij gingen die tijdrit winnen. Hij ging die tijdrit winnen. Ja. Maar of we de ronde gingen winnen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Hè. De voorsprong van Fignon was zo groot dat dat bijna onmogelijk was. Dat ging hem dan over meer dan 2 seconden de kilometer. Wat eigenlijk in een tijdrit heel veel is tussen specialisten. En uiteindelijk slaagt hij er toch nog in om dat recht te zetten. Ja, dat is... Dat is fenomenaal en dat zal fenomenaal blijven, omdat dat tussen 2 goede renners die 1 en 2 staan in een grote ronde, is die achterstand of die voorsprong te groot of is die achterstand, ja, ik bedoel maar, ja. Dat kon normaal gezien niet. En dat is ook de reden waarom er 30 jaar nadien nog altijd wordt overgesproken. Klopt. Heb je toen ook ingesproken op Le Mans? Nog vertrouwen gegeven voor die tijdrit? Of heb je hem met rust gelaten? Het was vooral een kwestie van heel veel rust in te bouwen. Heel veel rustig te blijven. Okay. Ik was de avond ervoor 2 keer een parcours gaan verkennen. Niet parcours gaan verkennen, maar van het totaal naar het parcours gereden. Dwars door Parijs voor een stuk. Zonder GPS. Gewoon gaan kijken om het zondag morgens bij het naar de start rijden. Geen stress te hebben van, ja, waar zitten we nu? Waar moeten we naartoe? Gewoon om die rust te bewaren. 2 keer 's avonds gereden en kijk, ja, aan dat gebouw moet ik rechtsaf, hier moet ik linksaf. Gewoon om dat te doen en dat, die voorbereiding verliep perfect, om het zo uit te drukken. Mm-hmm. Met het uiteindelijke gevolg dat Le Mans daar de Tour wint. Ja, met de kleinste marge ook ooit, 8 seconden, al of niet dankzij dat triathlonstuur. Had je toen een dubbel gevoel bij die zege? Eerst dan vooral fier en blij, maar anderzijds wist je ook dat Le Mans een businessman was en zijn eisen wou gaan stellen qua team en loon voor het volgende seizoen? Ja, ik weet nog goed. Wij zijn daar in de omleiding. Wij staan daar te wachten. Wij moesten weg van de gendarmerie, maar we blijven er toch nog even wachten. Uiteindelijk horen we dat Fignon op komst is, dat we Monte Tour kan winnen. Wij worden weggestuurd. En ik sta 100 meter verder tussen een deel bussen van de gendarmerie en nog wat andere. En Le Mans wint de Tour. En mijn mechanicien Julien de Vrieze, die nadien meegegaan is, die zegt, en nu begint de miserie. Ja. En dat was eigenlijk, dat was het verhaal eigenlijk. Ja. Ja. Als klap op de vuurpijl won Le Mans een maand later ook nog het WK in Chambéry, van een prachtige comeback gesproken. Was je daar toen ook aanwezig of regelde Greg toen reeds alles zelf? Want ik herinner me nog dat hij in die periode, na de Tour, wedstrijden reed zonder reclame van ADR. Ofwel was het zonder reclame van ADR, ofwel was het met een Amerikaanse sponsorvermelding. Dus ik vraag me nu af hoe dat jullie verstandhouding was. Die was goed, die was goed. Want ik was in Chambéry, ik ben in Chambéry bij hem op de kamer geweest. Ik wist toen al dat de samenwerking beëindigde, maar tussen Greg en mij is nooit iets geweest. Die Amerikaanse sponsor was Coors Light. Of hij met koersen, met trui gereden heeft, gekoerst heeft zonder reclame erop, dat betwijfel ik. Ja, ik heb nog foto's gezien. Ja, ja. Criteriums dan bijvoorbeeld. Ja, maar dan nog, dat zou dan contractbreuk zijn. Maar ja, op dat moment stelde dat contract nog voor. Ja. Maar in ieder geval, dus nee, bij mij, de verstandhouding tussen mij en Greg was zeker goed.